Purmerend heeft een paar weken geleden de 70.000ste inwoner welkom mogen heten. En we zijn nog volop aan het bouwen op onze Phoenix-locatie Weidevinnen. Daar worden zo'n 700 woningen per jaar opgeleverd. En wij denken dat we over een aantal jaren de 80.000 inwoners zullen halen. Nou, dat is hier te zien in de omgeving. U heeft ook een zusterstad of een partnerstad? Dat is Jihlava in Tsjechië. Een ontzettend mooie stad die net zo groot is als Purmerend. We hebben daar een hele hechte band mee. We wisselen heel veel uit, ook op het gebied van sport, cultuur. We gaan er als bestuur zelf regelmatig heen. De bestuurders uit Jihlava komen naar ons toe. En dat is een samenwerking die zowel door Jihlava als door Purmerend als heel nuttig ervaren wordt. En dat is waarschijnlijk een hele andere stad dan hier. Het lijkt niet op elkaar, ook niet qua cultuur, qua sfeer, et cetera. Maar het is wel heel goed om van anderen te leren hoe ze ermee omgaan. Je moet ook niet zeggen dat Tsjechië achterloopt en dat wij ze wel even zullen vertellen hoe het allemaal moet. Zo is het zeker niet, met name op het gebied van samenwerken, het gebied van cultuur, ook op het gebied van sport kunnen wij nog heel veel van Jihlava leren. En het is dus kerst en het nieuwe millennium breekt aan. Wat betekent voor u persoonlijk kerst? We zijn in ons dagelijks werk natuurlijk heel veel bezig met het oplossen van problemen. Met de kerst sta je er gewoon bij stil dat het eigenlijk allemaal luxe problemen zijn. Lang niet iedereen in deze wereld heeft het zo goed als wij het in Nederland hebben of als wij het in Purmerend hebben. En dan mag je best eens even bij stilstaan. En hier in Purmerend is alles al millenniumproof? Daar gaan we wel vanuit. Er zijn heel veel maatregelen genomen. Alles is getest. Dat vinden wij niet genoeg. De burgemeester en de lokale burgemeester hebben een staf van 30 mensen om zich heen verzameld die in de millenniumnacht hier aanwezig zullen zijn in het stadhuis. Die mogen dus niet thuis van de champagne en de oliebollen genieten. En die zijn paraat voor het geval er iets gebeurt. En ik hoop voor die mensen dat er die nacht niets gebeurt, want dan is het werk goed gedaan. Tot slot, wat zou u tot de inwoners van Purmerend en ook Amsterdam en alle andere gemeenten die naar Kleurnet kunnen kijken willen zeggen? Ik wil iedereen natuurlijk een heel goed en vooral vredig 2000 en verder wensen, want we gaan natuurlijk een nieuwe eeuw in, een nieuw millennium in. En ik hoop dat we met z'n allen er nog eens bij stilstaan, dat het niet overal in de wereld zo goed gaat als bij ons. Dank u wel. Dit was de wethouder van Purmerend. Dank u wel, meneer Krieger. Graag gedaan. Kerst is niet meer wat het geweest is. Kerst heeft de Sint-Niklaas op zijn geweten. Want die hebben ze van het dak gegooid. Die kon niet vlug genoeg weg zijn voor de commerciële cadeauhandel. Vroeger breide je grootmoeder nog wel eens handschoenen of een paar kousen. En daar was een kind heel erg blij mee. Nu moet het de computer zijn. Nu kan het niet meer duur genoeg zijn. Cadeau moet gauw bij de 1000 gulden kosten. Of ze vinden het geen cadeau meer. Ja, zou ik zeggen. Het is een feest voor wie geld heeft. De winkels schitteren van de goederen. Zoals vroeger de sterren schitterden boven de stal van Bethlehem. Ik wens mij sneeuw toe op kerst. Zoals de witte poedersuiker op een pannenkoek. Kerst betekent veel dierenleed. En liggen de dieren dood op tafel om op te eten na de superplezierjacht van de jagers in het bos. In de tijd van Jezus' geboorte zaten wij nog in de huiskamerstal, vredig met alle dieren samen. Het konijn, de ezel, alles liep door elkaar, de koeien, de schapen. Maar dat is voorbij, allang, allang, allang. En toch, er is hoop. En wens ik aan iedereen het beste toe in zalig mis met kerst. En is dit het kerstgedicht van Fabiola.